Er was eens, heel erg lang geleden, een jonge man uit het Moeskroense. Johannes was gemakkelijk te herkennen aan zijn bijzondere krullenbol en bovendien sinds jaar en dag geroemd omwille van zijn muzikaal talent. Voordat hij een gezin stichtte, samen met de bloedschone jonkvrouw Anastasia, was hij jarenlang troubadour geweest. Als begaafd muzikant-dichter trok hij toen van dorp naar dorp om in de herbergen zijn zelfgeschreven liederen te brengen. Dat deed hij stevast met zijn luid in de hand en zijn zoetgevoelige stemgeluid begeleidde de akkoorden. Over dat zoetgevoelige bestaat tot oneenigheid onder historici. Zo denken sommigen ook dat er vaak goed gehooid werd wanneer Johannes zijn serenades aanvatte. Wat er ook van zij, het merendeel neemt aan dat het wel degelijk engelengezang betrof. Jaren geleden trad Johannes echter in het huwelijksbootje met de bloedmooie Anastasia van Aquitanië, ook wel liefkozend Ines genoemd. Ze vestigden zich in het kasteel net buiten Isegem. Een leven in een kasteel paste perfect bij deze jonkvrouwen, want een prinses in de keuken was ze zonder twijfel. Nooit heeft één gast een diner verlaten zonder zijn buikje volgegeten te hebben en daar stond Anastasia persoonlijk garant voor. Stilzitten was haar bovendien allerminst gegeven. Steeds was ze druk in de weer. Het leven van dit prachtige paar verliep werkelijk vlekkeloos, wat vaak jaloezie opwekte bij hun stadsgenoten. Ze kregen samen 3 kinderen: Leonardus, Rebeccaria en Hanetta. Op deze kinderen kon het koppel best trots zijn. Ze waren elk gezegend met heel wat talent. Leonardus, die erfde niet stilzitgenen van zijn moeder. Bijzonder actief was hij bij de koninklijke spelendiers en avonturiers, ook wel gekend onder het acroniem KSA. De jonge heer was ook te herkennen aan een bijzondere voorliefde voor lekker bier en de Italiaanse kaas mozzarella. Rebeccaria was gezegend met goddelijke krullen, nog schoner dan die van haar vader en een stralende glimlach. En alsof dat alles niet genoeg was om elk mannen- en vrouwenhart sneller te doen slaan, bleek ze ook nog indrukwekkend intelligent en creatief. Om dat alles te kunnen bolwerken, moest ze uiteraard soms stevig slapen. De jongste zus, Hanetta, was de spring in het veld in het kasteel en wijde omgeving. Vol overgave smeet ze zich in haar jeugdige leven. Ze is jong en de wereld ligt aan haar voeten. Het leven wil haar ontmoeten en ze doet wat ze wilt. Ze plukt de dag. De jongste van het gezin was bovendien ook een bijzonder bedreven pingpongster. Enkel de besten van het koninkrijk slaagden erin haar te verslaan. Twintig jaar lang verliep alles vlekkeloos. Ondertussen was Johannes zijn wilde haren kwijt en de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ook de meeste van zijn niet-wilde haren zoek geraakt waren. Maar dat kon echter de pret op het kasteel niet bederven. Plotsklaps kruiste onheil echter hun pad. De oudste dochter, Rebeccaria, begon zich vreemd te gedragen. Als je Rebeccaria een beetje kende, zou je denken dat dit niet zo bijzonder was. Uiteindelijk doet ze wel eens meer gek, maar ditmaal was het van een heel andere orde. Bij overmaat van ramp bleek niet veel later ook Leonardus dezelfde symptomen te vertonen. Anastasia zat met de handen in het haar en Johannes zat met zijn handen op het hoofd. Zoals het model ouders betaamt, riepen ze er meteen de beste geneeskundige bij. De onrust was duidelijk voelbaar in het kasteel. Anastasia
liep nog meer heen en weer door het huis dan gebruikelijk en Johannes verloor zich nog meer in het bespelen van zijn luid. Toen de geneesheer eindelijk arriveerde, was de diagnose onverbiddelijk. Mijn heer, mevrouw, ik heb het volgende kunnen vaststellen. Het betreft een aandoening die de hormonen in neurotransmitters van uw kinderen affecteert. Ik heb kunnen vaststellen dat in de hersenen er vreemde pieken betreffende de aanmaak van de hormonen fenylethylamine, noradrenaline, adrenaline, endorfine, dopamine en oxytocine plaatsvinden. Anastasia slaakte een kreet en begon te duizelen. Na 3,5 omwenteling om haar eigen as en een verwoede poging van Johannes om de valrichting van zijn vrouw nader te bepalen, zette Anastasia haar duikvlucht richting de aarde in. Gelukkig werd haar val gebroken door de luid van Johannes. Die laatste lachte eerder groen vanwege zijn vernielde luid uiteraard. Gelukkig had hij er nog een stuk of 7. Na het onwaarschijnlijke voorval te hebben gadegeslagen, ging de gehaaide geneesheer onverbitterd voort. U moet beseffen dat de hormonen die vrijkomen verslavend werken. Maar hoe? Stamelde Anastasia, terwijl ze dramatisch haar hand uitstrekte van op de grond. De hormonale piek lijkt te ontstaan zijn door een emotionele, ik durf zelfs te stellen, vaak irrationele en primitieve reactie. Het verdict is dan ook bikkelhard. Uw kinderen lijden aan verliefdheid. Net op het moment dat de dokter deze woorden uitsprak, kwam Hanetta de kamer binnenstormen. Ze huppelde en danste, terwijl ze zong. Toen ze echter de diagnose hoorde, onderbrak ze al haar bezigheden om zich ten volle te kunnen concentreren op het laten openvallen van haar mond. Iedereen was onder de indruk. Wow, Hanetta, zei Leonardus. Ik wist dat je een grote mond had, maar zo'n grote, vulde Rebecca haar je aan. Het ouderpaar maande snel hun kinderen aan te stoppen met jennen. Ik wist het, hè? Riep Hanetta uit, terwijl ze beschuldigend naar Rebecca wees. Zeker met Laurentius, hè? Die is lekker mijn hoofdmonie geweest. Allee, je mag echt niet samen zijn met mijn hoofdmonie, hè? Al snel vertelde Leonardus ook over welke schone deerne hij had weten te strekken. Het betrof ene Laurentia. En dat beloofde alvast heel wat tongtwisters op het kasteel. Al gauw werden Laurentius en Laurentia geïntroduceerd binnen het gezin, tot afgunst van de vele andere jonge mannen en jonge vrouwen die misgenoegd naast de hand van de begeerde vrijgezellen hadden gegrepen. De komende maanden liep het leven van de kersverse koppeltjes over rozen. Ondertussen was het ruim een maand voor Kerstmis en begon iedereen in het dorp voorbereidingen voor de feestdagen te treffen. Zo ook Laurentius en Rebecca. Over het exacte verloop en de ontwikkelingen van hun kerstvoorbereiding kunnen bibliotheken volgeschreven worden, maar in essentie komt erop neer dat ze kerstavond dit jaar niet samen zullen vieren. Dit gaf Laurentius een vreemd gevoel, misschien zelfs een droevig gevoel, hoewel hij de achterliggende redenen voor Rebecca's beslissing best begreep. Een paar weken later gebeurde echter iets onwaarschijnlijk. Op een van zijn gebruikelijke kweestes naar koffie in het kasteel vond Laurentius een envelop. Het was een boodschap, vol magie. Het leek een noodkreet, maar hij wist niet van wie. Er stond alleen, jij wordt verwacht.
op ons kerstfeest in volle pracht. Wat moest hij doen? Hij wist het niet meer. Hij las die brief wel 100 keer. Dit kon hij niet links laten liggen, maar anderzijds had hij reeds toegezegd op een ander kerstfeest. Mentaal werden meteen diplomatieke voorakkoorden gesmeed en onderhandelingsstrategieën bedacht. Per slot van rekening was hij bijzonder vereerd het kerstfeest op het kasteel te mogen meemaken. Het kerstfeest op het kasteel was een heel exclusief gebeuren. En belangrijker, Rebecca zou er zijn. Laaiend enthousiast begon hij meteen na te denken over welke kerstcadeautjes hij kon meebrengen. En nog geen dag later was het eerste al besteld. Voor Hanetta wilde hij graag een fantastisch cadeau hebben. Iets beestigs, dat ze misschien ook met haar zus Rebecca zou kunnen gebruiken. Per slot van rekening besefte hij maar al te goed dat hij best wat van Rebecca's tijd innam. Tijd die de zussen vroeger samen konden doorbrengen. Leonardus met zijn niet stilzitgenen zou iets krijgen waarbij hij de handen uit de mouwen kon steken. Laurentius was echter bezorgd dat dit zou kunnen leiden tot acute dorstigheid. En hiervoor moest dus nog een oplossing gevonden worden. Van de mooie muze Laurentia wist hij dat ze vaak bezig was met sport en spel. Dit omdat Laurentia actief was binnen een beweging die gegroeid is uit de katholieke patronaten. Je zou het kunnen vergelijken met de KSA van Leonardus. Maar toch ook weer niet helemaal. Al gauw kreeg hij een idee. Het ouderpaar Anastasia en Johannes... Daar kon Laurentius niet omheen, die verdienen iets speciaals. Per slot van rekening was het dankzij hun goede zorgen dat hun jonge spruiten uitgroeiden tot exceptionele jongvolwassenen. Hoe kon Laurentius hen eens in de watten leggen? En dan was er nog die, toch wel schattige Rebecca. Ondertussen kenden ze elkaar behoorlijk goed en er was zo iets waar ze af en toe wat last van had. En wanneer het zich voordeed, bezorgde het ook Laurentius een koud gevoel. Hij moest en zou een geschenk geven die hier korte metten mee zou maken. En zo geschiedde. Ondertussen is het kerstavond. De nacht is koud en het weer is guur. Maar toch koos Laurentius voor het avontuur. Net als een ridder op zijn paard, reed hij naar het kerstfeest in volle vaart. Hij had het best wat zenuwen om een belangrijk familiaal moment te mogen meemaken. Er werd hem voordien verteld dat er vaak geschenkjes geknutseld werden. Helaas was knutseltalent niet een grote hoeveelheid aan Laurentius toebedeeld. En dat gold ook voor zijn inpakkwaliteiten. Hopelijk zou niemand dat merken. Daarnaast was er ook nog het fenomeen tekstjes, waar heel wat belang aan leek te worden toebedeeld. Hoewel Rebecca meermaals had benadrukt dat het oké was om niets speciaals voorbereid te hebben, hij was er toch niet volledig gerust in. Uiteindelijk wordt het een bijzonder gezellige avond. Hapjes, gezelligheid en verhalen waren er in overvloed. De smaakpapillen werden dan eens goed in de watten gelegd en de banden werden onderling nog intenser. Voor Laurentius was het een heel bijzondere avond. Een warm kerstfeest, bij een echt gezin, had hij nog nooit meegemaakt. Een feest omwille van het willen samen zijn en niet omwille van het moeten samen zijn. Laurentius was bijzonder dankbaar voor deze avond. Het leek wel een slot van een toneel. Een oud, romantisch tafereel. Maar vooral een enorm gezellige en dankbare avond in het kasteel. De zeven waren zo blij als een vogeltje in mei. En ze leefden nog lang en gelukkig.